De uitvraag van de opdrachtgever Woningstichting Thuis, die luidde: we willen zoveel mogelijk nul op de meter. Nou, als je zo'n vraag aan mij stelt, zoveel mogelijk, dan ken ik maar één stand en dat is alles. Op het moment dat je gelaagde appartementen, dus die op elkaar staan, nul op de meter gaat maken, dan heb je een probleem, want je hebt maar een beperkt hoeveelheid dak op één appartement. En op één appartement krijgen we nul op de meter, twee die krijgen we nul op de meter, drie ook nog wel. Maar als je hoger gaat, dan heb je niet genoeg elektriciteit van je dak. Dus moesten we het in de gevel zoeken. De Woonstichting Thuis heeft behoorlijk extra moeten investeren om dit mogelijk te maken. Dus het is niet te vergelijken met een traditionele gasketel en een mechanische ventilatiebox. Dus ze hebben extra moeten investeren in een warmtepomp, een warmteterugwininstallatie, extra beglazing, zonnepanelen, zonnepanelen op het dak, zonnepanelen op de gevel. De huurder die heeft straks geen energierekening meer, maar in plaats van een energierekening betalen ze een energieprestatievergoeding. Het mooie ervan is dat die energieprestatievergoeding lager is dan de verwachte energierekening al zou dit traditioneel gebouwd worden. Dus de huurder gaat erop vooruit. De Woonstichting Thuis heeft een uniek project. Op ons architectenbureau en bij architecten maken we ons al enige tijd zorgen om de energietransitie. Dat maakt dat we vanaf 2010, 2011 zo'n beetje heel intensief daarmee aan de gang zijn gegaan. We hebben ernstig de overtuiging als de voorbeeldprojecten er ontzettend goed uitzien, dat anderen die eromheen wonen of die het zien, dat ze zeggen: ik wil dat ook omdat het zo mooi is. We staan hier nu begin juli. Een van de mooiste dagen van het jaar. Het is een warme periode met ook veel zonlicht. Dus de zonnepanelen renderen vandaag goed. Beter dan dat wat we nodig hebben. Hoe zit dat nu in de winter? Want dan is er bijna geen zonlicht. Het is zo dat we in Nederland mogen salderen. Dus we mogen terugleveren aan het net. Dat doe je nu. Dus nu wordt het terug aan het net geleverd. En dat mag je in de winter weer gebruiken. In de toekomst voorspellen wij, in ieder geval dat doen wij als architectenbureau, dat er goede batterijen zullen zijn om die pieken en die dalen zeg maar van elkaar af te toppen. Aardgasloos, daar gaan we heen natuurlijk. Maar dit gebouw is al aardgasloos. Dus hier zitten geen cv-ketels in zoals we ze kennen. Hier komen geen gaskooktoestellen in. Er zit een warmtepomp in. En die warmtepomp, dat is een omgekeerde koelkast. Als je thuis de koelkast open doet, is het koud. En achter de koelkast is het warm. Nou, een warmtepomp die werkt eigenlijk precies andersom. De warmtepomp die haalt zijn warmte uit de bodem. Er zijn een dertigtal bodemlussen gemaakt. Dus er zijn letterlijk slangen die de bodem ingaan. En die komen weer naar boven. En die zijn aangesloten op al die 48 warmtepompen. En de energie die hij naar boven haalt, die zet hij in die warmtepomp om naar heerlijke, comfortabele energie voor in de woning. Helemaal in het begin zijn we op zoek gegaan naar het beste verwarmingstoestel. En bij verschillende fabrikanten zijn we langs geweest. En heeft Best Duurzaam ons geassisteerd zeg maar, in de zoektocht. De plussen en de minnen tegen elkaar af te zetten. En uiteindelijk hebben we bedacht dat een traditionele warmtepomp de beste oplossing is. Je verbruikt elke woning nou evenveel energie. Je hebt woningen met twee bewoners of met één bewoner. Er zijn mensen die zijn heel veel thuis of er zijn weinig thuis. De mensen worden gecoacht op hun gedrag. En ze moeten heel goed opletten dat ze niet de ramen openzetten en gaan verwarmen, want dan verspil je energie. Daar worden ze ontzettend goed bij geholpen. Per woongebouw zitten vier energieassistenten, zal ik ze maar noemen. Dat zijn bewoners die hun buren gaan helpen. Het komende jaar zeg maar, om heel goed te monitoren hoe verbruiken ze hun energie. Nou, stel dat er eentje op de hoek zit en die verbruikt relatief veel. Nou, dan kun je gewoon terugzien, want elk onderdeel, de warmtepomp, de btw-installatie, de kooktoestel, de douche, alles wordt apart bemeterd. Dus je kunt echt goed zien waar verbruik ik nou mijn energie en waar kan ik nog mogelijk op besparen. Dat scheelt je uiteindelijk in je portemonnee. Onderaan de streep is de huurder gebaat bij een zo laag mogelijke woonlast. Nou, uiteindelijk moet thuis een besluit nemen, gaat het project door of niet. Dus helemaal onderaan de streep zeg maar, is er een moment geweest dat we tegen elkaar zeggen: is het een verstandig financieel model of is het geen verstandig financieel model? Nou, dat was het meest spannende moment. Dit is de toekomst. We moeten van het aardgas af. CO2-reductie, dat is het doel voor de komende 32 jaar. Ik denk dat het in 10 jaar gefixt kan zijn. Dus we moeten zorgen dat we van deze gebouwen zo snel mogelijk zoveel mogelijk komen. Maar ook de bestaande woningvoorraad die zal omgebouwd moeten worden. Het allerbelangrijkste wat ik de kijker kan vertellen, en dat is hier ook aan de orde, let ontzettend goed op je verbruik. Je kunt echt 20-30% besparen op je verbruik als je verstandig kijkt naar de apparaten die je hebt aangeschaft of misschien wel vernieuwd. Dat je kijkt van hoe lang douche ik, hoe vaak douche ik, als ik ga koken, hoe doe ik dat. Maar vooral hoe hoog zet ik mijn cv-systeem. En de mensen van Best Duurzaam die kunnen je ontzettend goed adviseren zeg maar, op de meest eenvoudige basale ingrepen in je huis. Nederland gaat er echt anders uitzien. Je ziet hier zonnepanelen in de gevel. We hebben op kantoor al gekleurde zonnepanelen. Panelen met een structuur en alles wat er is. En als je dan in je eigen gemeente, op 200 meter van waar je geboren bent, zulke mooie gebouwen mag plaatsen, ja, dan kan ik niet anders zeggen dat ik apetrots ben.